beetje vrolijke muziek vandaag. Ik gaf al eerder aan dat het vandaag een muzikale uitzending wordt, want we hebben eerder Kelly Hart gehad. Jong, opkomend talent, waar we zeker trots op moeten zijn en dat we in de gaten moeten houden. We moeten ze blijven pushen. Maar we hebben ook een bijzondere Poku Uma vandaag in de studio. En dat is niemand minder dan mevrouw Marlene Waal. Ik wens u, ik wil heel hartelijk welkom heten hier in de studio van de SCVS. Ik ben blij om u hier als mijn gast te hebben. Ja. Fafio. Hey, gangan heeft gaan mevrouw Deel. Ik vind het een geweldige eer. Toen ik er was, toen zei ik, mevrouw Waal, jou moet ik in de uitzending. Ik vind het leuk. En dat was een hele grote, ja, hoe moet ik het zeggen, in Hollands goed uit te drukken. Is bijna ze daar toen niet. Maar met dat gado tangi, dat... Sma Dennis herinner me alleen het en de jalo bang aan graan heeft kon koen in dit programma. En you know one of them, dat ik graan dat ik... Ja, maar we weten allemaal, u bent een icoon. Wanneer het om muziek gaat, Surinaamse muziek. Mm. En u bent ook niet zomaar in Suriname, heb ik begrepen. Nee, mevrouw Jel, want ik ben namelijk hier gekomen. Maar op uitnodiging ben ik gekomen. Maar wegens die hele corona ben ik hier gebleven. Dus ik heb een beetje alles gevolgd hier zo in een paar maanden dat ik hier ben gebleven. En ik was toevallig bij mijn visagist en mijn nagelstylist en zo. En ze zei tegen me, mevrouw Waal, waarom maakt u geen liedje over? Er komt onafhankelijkheid, 45 jaar, zo ambigiari. Nee. Doe je niks eraan? Ik zeg, nou ja, als ik alleen voor onafhankelijkheid een liedje moet maken, dan ga ik voor heel Suriname een liedje maken. En dat heb ik zeker gedaan, mevrouw Jeer. Ik heb een nieuw liedje uitgebracht voor Suriname. Oké, en dat is speciaal voor 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid? Dus. In principe ook, daaraan is het verbonden, ja, aan 45 jaar. Maar mag ik ook iets bij zeggen, want mevrouw Jill, dit liedje, waarom het ook geschreven is, mijn vader heeft in 67, ik weet niet of hij daarop zou komen, maar mijn vader heeft in 67 in Nederland een liedje uitgebracht, Sra Grotro Go To Noia. Ja. En dat noemden ze vroeger de tweede nationale lied van Suriname. En nu ben ik bij de nieuwe gekomen. En dan gaan we even geven nog. Ja, die clip heeft hij voor ons gebracht, hè? Die heb ik die gaan we laten zien straks. Ja, jawel, ja. Maar eenmaal u het over, ja, want ik zou werkelijk daarop komen. Dat liedje is natuurlijk heel erg bekend. Ja. Wilt u ons het genoegen doen om even weer een stukje voor ons te zingen daarvan? Ik ga de lens kijken. Atrongo to noia. Atrongo to noia. Atrongo to noia. Srana grona go to noia. We atrongo to noia, atrongo to noia, atrongo to noia, sana grona jail, you na go to noia. Shit, thank you. Maar ik zie een gelijkenis, want ik weet natuurlijk een beetje meer dan de mensen thuis. Ja. En als ik naar het nummer geluisterd heb dat u nu brengt, dat heeft ook met edel stoffen te maken, zeg maar. Die in de grond te vinden zijn. Je moet niet vergeten, mevrouw Gail, we hebben ontzettend veel grondstoffen hier zo. En we hebben bauxiet, we hebben olie, we hebben goud, we hebben hout, er is alles. Maar men is vergeten dat wij ook diamantvelden hier hebben in Suriname. En dat, maar laten we niet te hard schreeuwen erover hoor, want je zit er ook bala toe. Hallo, pas op. Vertelt u ons nu over het nieuwe liedje. Nou, dit liedje heb ik geschreven. En om eerlijk te zeggen, als ik het mag zeggen, en ik ga het ook zeggen, want ik was Maduazari, mag je ook erover. Tak ook niet, tak boe. En toen ging ik ermee naar de vicepresident, de excellentie Ronnie Brunswijk. Ik vroeg hem van, kijk, ik wil een liedje uitbrengen van Suriname, ook in het kader van 45 jaar onafhankelijkheid. Hij zegt, mevrouw Waal, ik geloof in uw kunnen, mijn steun heeft u. En ik ben hem zeer dankbaar dat hij ons ook met een financiële bijdrage heeft bijgestaan om dit tot een succes te maken. Oké, prachtig. En mogen we nu naar die clip gaan kijken? Graag, mevrouw Van der Eyck. Ja? Ja. Dan komen we terug naar deze kant. Zeker. Ja. Mevrouw Marlene Waal, haar nieuwste clip zit u dus hier bij Mantentaki. Voor het eerst, toch? Als primeurtje bij mevrouw Van der Eyck. Ja. Dus we gaan nu ernaar kijken. Oké. Sranang yuna jamanti. I love you so dear.
Mooi is dat. Weet je wat u nu weet en wat ik wel weet? Ja. Zij ziet het ook voor het eerst niet. Ja. En nu weet u het ook. Ja, ja, wat ja. Vindt u er zelf van? Nou, ik moet zeggen, ik ben zeer tevreden. Want deze jonge man, ik heb gewerkt met jongeren. Ik weet of ik het mag vertellen. Natuurlijk. Ook. Ik heb met heel veel jongeren gewerkt. En in het bijzonder deze jonge man is Clinton Rankwijk, moet ik zeggen. Ik moet het goed zeggen, hè. En die is de cameraman geweest. En je zou zeggen dat er meerdere cameramannen waren. Maar één cameraman heeft dit gedaan. En als je nagaat, die grote producties hebben 10 en 12 cameramannen om die shots te nemen. Deze Serna jonge man is alleen geweest. En ik moet ook dank zeggen aan Joël Pinas, die mijn producer is geweest hier zo. Ja. En ik heb ook een kleine meid, Nabila. Nabila is ook een zangeres hier, heel bekend ook, denk ik, bij jullie. Yeah. En heeft geweldig gewerkt. Maar dit ook samen zeggen, even vertellen waarom. Want dit ding is gekomen door mijn nagel, en een styliste ook, hè. Mevrouw Simpson. Hè? Yeah. En die zei aan mevrouw Waal, je gaat wat maken hier, zo wordt het wat ik vertelde. Yeah. Hè? Dus het is ook door haar te doen dat het ook gebeurd is. En ik zeg het nogmaals. Zijn excellentie, meneer Ronnie Brunswijk, ik wil u heel hartelijk dank zeggen voor uw medewerking en wat u heeft geschonken aan de Surinaamse gemeenschap. Ik denk dat ze er trots op zullen zijn aan wat ze gezien hebben natuurlijk. Goed, u gaat binnenkort weer weg. Jawel, mevrouw Van Eyck, maar ik kom terug. Mijn grandma, mijn koma, kan minel, ik mis er nou wat. Dan vergeet dat Jacoba Tiberiere. Ja, toch? Ja. En dat blijft het belangrijkste. Jawel, altijd om Suriname gaan. Zeker, mevrouw Van Eyck. Goed. Ik vond het een genoegen, mevrouw Waal, dat u naar ons toe bent gekomen en we een beetje tori met u konden praten. Mm. Want het is altijd mooi om met mensen van uw kaliber te praten over de dingen die er nu gaande zijn. En dan heb ik het op muzikaal gebied. Hoe kijkt u trouwens naar de Surinaamse talenten tegenwoordig? Nou, ik moet zeggen, ik heb net een jonge dame gehoord. Mag ik heel kort zeggen? Ja. Dat is mevrouw Hart, iets hard. Ja. Ik kan je zeggen, dat meisje heeft mijn hart gestolen. Waarom? Omdat ik vanaf ik hier ben gekomen, ze zijn Engels. Wedstrijd, je kan niet wedstrijd houden met Amerikanen om Amerikaans te zingen. Het belangrijk is, tjaar un kulturu ka fisi, Surinaams muziek. Want dat is belangrijk. En daarom praat ik ook en ga ik ook met het directoraat van de cultuur praten en het ministerie van onderwijs. Het is belangrijk voor een promoot unsani, a kriore sani, a huni sana Japanese, want na dat na un kulturu. We mogen dat nooit vergeten, want hoe nou was training aan het rakonderen. En ons ding is echt de mooiste wat er is. Hoe nou was dat om mijn mooiste cultuur. Het eens zijn. Na bocetti die deed na vast, toch? Een mooi vast aan verschillende bocetti. Heel mooie boodschap. En ik hoop dat men dat meeneemt. Ik wil u heel hartelijk bedanken dat u naar de studio bent gekomen en dat we uw videoclip in het kader van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname hier mochten primeuren, zeg maar. Ja. En wij gaan er dan ook uit